gestutte gevels, gaten in de vloer, scheuren in de muren waar het water naar binnen stroomt. Meer dan 400 gezinnen hebben schade aan hun huis na baggerwerkzaamheden aan een groot kanaal in Twente. Maar wie is er verantwoordelijk en wanneer kunnen bewoners eindelijk verder met hun leven? Ja, er is een taxateur geweest, maar die maakt er ook een potje van. En zoals de rest. Ja, die valt vies tegen. Ze kijken overal naar, maar behalve onder de vloer. Schade-expert is even eronder geweest, maar wij vinden er niks wat van. Hij heeft foto's gemaakt, maar we zien geen foto's. Ik heb er best moeilijk mee. Maar best weer in. Het vreet best wel veel aan me. Kost best veel energie. Verzakkingen, scheuren, vocht, dering zakt weg, vloeren zakken weg, ingebrok, ellende. Het maakt je gewoon echt geestelijk en lichamelijk kapot, zeg maar. Ja, ik maak me echt heel veel zorgen. Ik kan de kinderen nog geen toekomst bieden wat ze eigenlijk verdienen. Nou bent u bemiddelaar in dit conflict. Vandaag presenteert u officieel het rapport aan de Provinciale Staten. U bent, neem ik aan, in de afgelopen tijd ook veel bij mensen thuis geweest en de verhalen gehoord. Zeker. Ik ben niet alleen bij mensen thuis geweest, maar ik ben ook 3 dagen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in gesprek geweest met bewoners. Van zo'n 70 adressen heb ik de bewoners gesproken. Iedereen die mij wilde spreken, kon zich melden. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb er ook het rapport, dat is al eerder gepresenteerd. Vanavond ben ik bij een vergadering van Provinciale Staten om van de desbetreffende leden vragen te beantwoorden. Om het nog verder toe te lichten. Ja, om vragen te beantwoorden, want ik heb het al toegelicht. Ja, daar was trouwens ook nog wat gedoe over. Hè? Waar die zeggen, ja, waarom eerst het aan de pers presenteren terwijl dit in opdracht van de provincie wordt gedaan? Ja, nou, de opdracht van de provincie was om uiterlijk 1 september te komen met een rapport. Dat heb ik ook aan de bewoners toegezegd. En toen mij dat ook lukte, heb ik dat gedaan. En in eerste instantie het ook in het gebied zelf, in Beerserveld, het rapport gepresenteerd aan bewoners, waarbij de pers ook uitgenodigd was. Ik wilde gewoon niet langer wachten, omdat de bewoners echt zaten te wachten op het rapport. Je moet je voorstellen, de mensen kunnen daar gewoon niet verder met hun leven. Omdat de schadeafhandeling niet zo ruimhartig gaat als dat de provincie beloofd heeft. Ja, want vertel eerst nog eens even, wat vertelden die mensen u? Want die zitten echt met de handen in het haar. Dat is nog een understatement. Ja, in sommige situaties zeker. Andere situaties gaat het om trillingsschade. Andere situaties gaat het om funderingsschade. De provincie heeft ervoor gekozen om het op 2 verschillende manieren te benaderen. Wat voor heel veel mensen al buitengewoon ingewikkeld is. Dus wat ik gedaan heb, is uitzoeken wat is er nou aan de hand. Wat is er misgegaan en wat is er nodig om verder te gaan met hun leven? Nou, wat er echt nodig is, is dat die schadeafhandeling ook ruimhartig wordt, want dat is beloofd, en makkelijker georganiseerd wordt. Want waar gaat het dan precies in mis? Want de gemeente heeft natuurlijk wel, het is volgens mij 44 miljoen daarvoor uitgetrokken. Dat is een flink bedrag. Maar dat komt dus nog niet terecht daar waar het hoort. Nee, wat je vaak ziet is, en dat geldt hier ook, er wordt een systeem gemaakt om een probleem op te lossen. En dan wordt op een gegeven moment dat systeem wordt leidend, waarbij dan vergeten wordt dat je met verschillende mensen hebt te maken die ook op verschillende manieren omgaan met overheidsbrieven bijvoorbeeld. Bij de overheid denken mensen dat het vanzelfsprekend is dat post opengemaakt wordt. Maar er zijn gewoon mensen die schrikken zich levenloos. Die krijgen een brief die ze niet begrijpen. Het verschil tussen schadevergoeding en subsidie, wat hier een rol speelt, is voor veel mensen onnavolgbaar. Nou, als je dan op een gegeven moment te horen krijgt van, u krijgt zoveel geld van ons, hun aannemer zoeken. En dan is het voor mensen voor sommige mensen gewoon buitengewoon ingewikkeld. Welke aannemer moet ik daarvoor hebben? Dan heb je soms verschillende offerten nodig. Dan zegt een aannemer, voor dit bedrag kan ik het niet doen. Nou ja, en zo komen mensen dan in een systeem terecht waar ze gewoon niet meer uitkomen. Terwijl ze er zelf natuurlijk helemaal niks aan kunnen doen. Nee. En willen het gewoon zo snel mogelijk opgelost. Maar dit speelt al jaren, hè? Tussen 2011 en 2016 zijn er werkzaamheden geweest. Daarna zijn de schades ontstaan. En de provincie heeft daar op zichzelf trouwens best ruimhartig op gereageerd. Maar vervolgens in de afwikkeling loopt het gewoon vast. Nou, in het rapport wat ik hier heb liggen, wat heet wat rechtmatig is, is niet altijd ook rechtvaardig.
Daarin heb ik dus opgeschreven wat hier in ieder geval moet gebeuren voor de bewoners. En gaan ze dat dan ook echt doen? En dan bedoel ik, want uw klus zit hier daarna op, lijkt mij. Dus hoe kunt u de bewoners garanderen dat het nu wel vlot getrokken wordt? Garanderen kan ik het niet. Maar wat ik wel heb gemerkt is bij alle betrokkenen bij de provincie Overijssel, want die gaat hierover, dat er echt de wil is om dit nu goed te gaan regelen voor mensen. Want ik heb ook gezegd dat herstellen van schade is echt het scharnierpunt om uiteindelijk weer vertrouwen te kunnen krijgen. Ik ga het hopen. Straks dan praat politiek journalist van WNL Tessa van Viegen ons bij.